Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Laten we eens dus in detail kijken naar de kracht die ervoor kan zorgen dat de fietser naar voren versnelt. Nou, de eerste optie was uh, de luchtwrijvingskracht. Ja, die valt natuurlijk al af omdat de luchtwrijvingskracht juist altijd tegenovergesteld gericht staat aan de beweging van de fietser. Dus die zal er hooguit voor kunnen zorgen dat de fietser afremt. De tweede en de derde krachten die spelen zich allemaal af ergens tussen de fietser en de fiets. Maar wij zijn juist op zoek naar die kracht... Die werkt op de fiets. Wat doe je als je aan het fietsen bent? Je bent een kracht aan het uitoefenen op de grond. Je probeert de grond naar achteren te duwen. En wat zegt dan de derde wet van Newton? Die zegt dat er een kracht is die bij deze kracht hoort, die precies de andere kant op gericht is en die zal werken van de grond op je fiets. En dat is dus de kracht die we zoeken. Dus het is de kracht die de ondergrond uitoefent op de band van je fiets. Vraag 2. Wat gebeurt er nu wanneer persoon A aan de touw gaat trekken? Dan zal het touw gespannen worden en dan zal persoon B een precies even grote kracht voelen als de kracht waarmee persoon A aan de touw trekt. Want het touw geeft die kracht. Uh, immers gewoon door. Uh, nu komt de derde wet van Newton om de hoek kijken. En die zegt: ja, als er dus een kracht wordt uitgeoefend van persoon A op het touw, of een kracht van het touw op persoon B, dan zullen er ook twee krachten zijn die met die kracht een paardje vormen, volgens die derde wet van Newton. En uh, bij persoon A is dat het touw dat aan persoon A trekt, en bij persoon B is dat de persoon die aan het touw trekt. In het oranje zijn de twee krachten uh, aangegeven die werken op de personen. Want de andere twee krachten die werken op het touw. Uh, en die twee krachten die werken op de personen zijn ook de enige krachten die in de x-richting actief zijn. Dus wat gaan die personen doen? Die zullen onder invloed van die spankracht, die eigenlijk ook meteen de resulterende kracht is, een versnelling gaan uitvoeren. En omdat allebei de spankrachten precies even groot zijn. En omdat allebei de massa's van de personen ook precies even groot zijn, zal de versnelling even groot zijn voor allebei de personen. En zullen ze elkaar dus precies in het midden tegenkomen. Vraag 3 Om deze vraag netjes te kunnen beantwoorden, gaan we eens uh, unster voor unster kijken wat er nu precies gebeurt uh, qua krachten. En ik begin met het uh, meest linker veerunster, die heb ik hier getekend. Uh, ik ga er aan de linkerkant met een kracht van 3 newton aan trekken. Het veerunster staat stil. Ja, dan weet ik dat er dus ook een kracht van 3 newton naar rechts moet staan. He, dat volgt uit de eerste wet van Newton. En dan kun je jezelf afvragen, ja, welke, uh, welk voorwerp zorgt er voor die kracht van 3 newton naar rechts? Welk voorwerp trekt aan de rechterkant? Aan dit linker veerunster? Nou dat is geen moeilijke vraag want dat zal het middelste veerunster zijn. Nu komt de derde wet van Newton eh, om de hoek kijken en die zegt ja als het middelste veerunster met een kracht van 3 newton aan het linker veerunster trekt dan zal het linker veerunster met dezelfde kracht aan het middelste veerunster trekken. Hier in oranje weergegeven. Dus het middelste veerunster voelt ook een kracht van 3 newton op de haak. En daardoor zal het middelste veerunster natuurlijk precies dezelfde waarde aangeven als het linker veerunster, namelijk 3 Newton. Nou, de vraag is nu beantwoord maar laten we de situatie nog even afmaken. Ook het middelste veerunster staat stil. Blijkbaar werkt er ook een kracht van 3 Newton naar rechts op het middelste veerunster. Dat wordt weer geleverd door het rechter veerunster uh, en je krijgt dan nog een keer de derde wet van Newton. En je ziet dat alle drie de veerunsters dezelfde kracht Aangeven. Vraag 4. Voordat we de situatie gaan bekijken met twee massa's en twee veren, gaan we eerst eens kijken hoe zit het ook alweer wanneer ik één massa hang aan een veer. Dan zal uh, omdat er een zwaartekracht op die massa uh, werkt, zal er een tweede kracht nodig zijn die op die massa moet werken, want uiteindelijk hangt de massa stil. Ja, die kracht die staat dan boven en die wordt uh, geleverd door de veer. Wat zegt nu de derde wet van Newton? Die zegt: ja, als uh, de veer met een kracht aan het blok trekt, dan zal het blok met een even grote maar tegengestelde kracht aan de veer trekken. En dat heb ik hier eventjes de rekkracht genoemd. Dus die veer die voelt een rekkracht en die wordt uitgerekt over een afstand u. Nu gaan we eens kijken wat gebeurt er als ik onder deze veer en deze massa nog een veer en nog een massa ga hangen. Dan zal er op de onderste veer, veer nummer 2, zal er een uh, zwaartekracht werken die uh, afkomstig is van slechts één blokje. Dus die rekkracht is eigenlijk even groot als in de situatie uh, die we net hebben bekeken. Veer 2 voelt een rekkracht en die zal uitrekken over een afstand u. Veer 1 echter, als je gaat kijken wat er allemaal onder veer 1 hangt, dan zie je dat daar twee blokjes onder hangen. Dus veer 1 die moet allebei de blokjes uh, een tegenwerkende kracht uh, voor uh, genereren. En die zal dus ook een grotere trekkracht voelen door die twee blokjes. En niet zomaar groter, die zal precies twee keer zo groot zijn. Daardoor zal veer 1 ook een uitwijking krijgen die twee keer zo groot is. Dus de totale uitwijking van het hele systeem zal gelijk zijn aan 3U. Vraag 5. De vraag gaat over het gewicht. En het gewicht is een kracht. Maar voordat we die vraag gaan beantwoorden, gaan we eerst eens even kijken hoe zat het ook alweer wanneer je in een lift staat die versneld naar boven beweegt. Ja, wat er dan zal gaan gebeuren is dat jij zelf ook versneld naar boven beweegt. En om dat te kunnen moet er een resulterende kracht zijn die naar boven gericht is. En dat betekent weer dat de normaal kracht van de vloer op jouw voeten... ...groter zal moeten zijn dan de zwaartekracht die jou naar beneden trekt. Want dan hou je een resterende kracht naar boven over. Dit is echter niet het antwoord op de vraag. Want de vraag gaat echt over hoe groot is nu het gewicht? En dan is de eigenlijke vraag, ja wat is dat nu eigenlijk, gewicht? Om dat te kunnen beantwoorden hebben we de derde wet van Newton nodig. En de derde wet van Newton die zegt dat krachten altijd in paren komen. En ook in deze situatie is dat zo als de grond... Een normaal kracht uitoefent op jou, dan oefen jij een even grote maar tegengestelde kracht uit op de grond. En die kracht dat noemen we het gewicht. Dus het gewicht zal altijd even groot zijn als de normaal kracht.